29 jaar is FC Dordrecht dé voetbalclub van de Merwestad. En ook dit seizoen wordt er weer een poging gedaan voor het linker rijtje. Maar wie zijn de jongens eigenlijk die de eer in het stadion op de Kromme Dijk verdedigen? RTV Dordrecht stelt ze deze zomer aan u voor. Mijn naam is Nelson Amadin. Ik ben 19 jaar. Ik sta op rechtsbuiten, linksbuiten, middenveld. Ik heb de hele jeugdopleiding Feyenoord doorgelopen. Ik ben sinds vorig jaar bij FC Dordrecht gekomen. Vorig seizoen kreeg ik een kans om hier zo in het eerste te spelen. En dat ging voor mij goed. Dus vandaar dat ik hier zo terecht ben gekomen. Ik ben een technische speler, veel snelheid. Ik hou van dribbelen, ik ben dynamisch. Dus ja, zo beschrijf ik mezelf. Trainingen bevallen me goed tempo, goed niveau. Het is een warme club, echt een hart. Dus ja, dat spreekt me wel aan. Ja. We gaan wel een paar doelen stellen begin van het seizoen. Nu is het nog iets te vroeg om te zeggen hoe vast. Persoonlijk. Ik wil ook belangrijk zijn voor het team, met goals en mijn spel. Dus dat zijn mijn doelen. Voetbal bestaat uit team, dus het begint eerst daarbij. En als je dan persoonlijke doelen ook daarbij houdt, dan is dat gewoon mooi meegenomen.